Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de negende aflevering van Robbes motto. De aflevering voor de finale van Wie is de Mol 2022. En ook uh, de aflevering waar niemand naar huis is gegaan en Kim, Lian, Everen en Frezia in de finale zitten. Ik moet zeggen dat dit uh, een van de leukere afleveringen was. Zal hele leuke opdrachten en ik heb uh, met veel plezier gekeken. Ja, en dan uh, natuurlijk uh, de vraag uh, wie ik denk dat de Mol is. Ik kan nu wel zeggen dat het vreesje is, maar ja, wellicht dat de schijn kan bedriegen. Ja, en zoals we weten, is bedriegen de titel van de aflevering. En dat is ook waar we de afleveringen mee gaan beginnen. Nou, het opvallende sowieso aan de titel zelf was dat het stukje 3 dik gedrukt was. En deze is toch een aantal keren teruggekomen tijdens de aflevering. Kut. Hij is afgegaan de kamer door. Blijkbaar was daar nog een sensor. En dit eerste stukje kan refereren naar Fresia, omdat ze het alarm drie keer af heeft laten gaan. Ja, en hierdoor is natuurlijk al het geld verloren. En als ik het een beetje goed heb begrepen, betekent ook dat het geld niet meer terugkomt in het spel. En dat ze wellicht wel een paar honderd euro sowieso uit de pot heeft gespeeld, die ze hadden kunnen winnen. Heel erg slim gedaan, natuurlijk, als Freesia de Mol is. Daarnaast komt Freesia ook als derde voor inleader. De en wat mij ook opviel, wat Kim Lian heeft gezegd. Ik heb het nog even proberen op te zoeken, maar ik kon het helaas niet vinden. Was het stukje dat Evan had gezegd tijdens de eerste opdracht: dat hij het geld had gevonden. En uiteraard twee van de drie keer heeft hij dat gezegd. Oh, ik heb, ik, ik heb, ik heb geld. Ik heb geld. Ik heb geld. Ja, jongens, ik heb geld. Ik heb geld. Ik heb geld. Ik heb geld. En dan natuurlijk ook aan het begin van de aflevering, wat iedereen is opgevallen. Dat kwam natuurlijk van Frezia. Of finaal nou wint of verliest. Je staat wel gewoon in de finale. En dat doe je met twee andere kandidaten. Ja, en mocht Frezia de Mol zijn, dan is dit echt wel een hele overduidelijke hint richting haar. Ook al heeft ze zichzelf later verbeterd door te zeggen: finalisten. Dan gaan we door naar opdracht 1 genaamd alarmerend. waar er 2000 euro verdiend geworden en uiteindelijk maar 970 euro voor de pot is opgehaald. Waarvan 405 euro voor Evren en 565 euro voor Kim Lian. Nou ja, wat er natuurlijk met Freesia is gebeurd hoeven we niet meer uit te leggen, dat hebben we net al kunnen zien. Na Freysia ging Evren en bij hem zijn natuurlijk een aantal vrij opvallende momenten voorgekomen. En daarvan was natuurlijk een van Kim Lian, dat zij hem verkeerde instructies gaf. Ja. Aan mijn rechterhand is de lift. Aan de linkerkant is daar alarm, ja of nee? Nee, nee, no. nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. En ja, blijkbaar is haar coördinatie ook al niet helemaal goed. Het is wel een beetje in de lijn met de knullige fouten die ze heel het seizoen al maakt. En ik ga het nou toch zeggen, ik heb tijdens de afleveringen, heb ik haar gezien als een soort van Merel. Maar bij Merel was het, heeft zij het gewoon heel goed gespeeld. En al zou dus Kim de Jandewon zijn, dan vind ik dat ze een hele slechte... ...nou ja, een soort van mero imitatie heeft gedaan. En daarnaast zou er in een van de ruimtes een alarm zitten bij Everon. ...maar uh, deze ging niet af bij hem. Kijk uit. stop, 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 want er is daar een alarm. Er is in de volgende kamer is een alarm. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Ik, ik ben nu in die kamer, ik ben nu in die kamer, daar gaat niks af. Zou hij dat alarm misschien uitgeschakeld hebben? Dat zou een hele goede optie kunnen zijn, dat we dat niet hebben gezien. En als we dan toch over uh, sensoren hebben, waarom ging dan bij Kimberlyan het alarm niet af? kaartje dus ja, zit een alarm. En de, de reden waarom ik die vraag stel is dat zowel bij Evren als bij Frezia het alarm vrijwel direct afging eigenlijk bij de minste beweging al. Ja, dat is in ieder geval erg vreemd. En daarnaast heeft ze natuurlijk ook twee keer het geld eerder gevonden dan dat de aanwijzingen waren gegeven. Of ze moet heel veel geluk hebben gehad vanuit het universum. Of ze is gewoon een hele opvallende mol geweest in deze opdracht. Dan opdracht 2, ook wel afrekenen genoemd. De opdracht waar ze ook 2000 euro konden verdienen. Maar door de vervelende vakkenvullers hebben ze maar 325 euro in de pot gebracht. Hier was het vooral Kim Lian die constant tijd aan het trekken was en eigenlijk ook door even terecht werd gewezen. Uh, I, uh, I don't really want that one. I don't like it. I take it back. Thank you. Do I get money from you or do Kim, I Kim, Kim 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 tijd? En natuurlijk na de eerste keer met Kim Lian wilden ze vervolgens nog een keer een gesprekje hebben met de kassière. Ja, en dan is natuurlijk de vraag hoe vaak wil je nog zien dat Kim Lian dit soort uh, momenten uithalt? Nou ja, gelukkig zijn we bijna aan het einde van het seizoen, dus het zullen er niet heel veel meer zijn. Dan hebben we vervolgens ook nog uh, de stem die dingen oproept. En er zijn een aantal mensen ook uh, op het internet die zeggen dat het de stem van Fresia is. Wie is de Kunt u alleen afrekenen bij kassa 6. En daarnaast een andere hint, ook richting Fresia. Is dat ze alleen bij kassa 6 kunnen afrekenen? En zoals we weten is de zesde letter van het alfabet de letter F. En wat bij deze opdracht bij F vooral opvallend was, was dat hij als enige een strijkplank had. En die had hij heel goed als schild kunnen gebruiken, wat hij uiteindelijk niet heeft gedaan. Zonde, maar wel een hele goede gemiste kans. En natuurlijk, aan het einde van de opdracht hebben ze allemaal niet heel veel geld verdiend. Zoals hier te zien is. Ja, en op basis daarvan zou Kim Lian het meest verdacht zijn en Frezia het minst verdacht. Maar het minste verdacht van Frezia wordt ook overboord gegooid. als ze dit doet. Het heeft 325 euro opgebracht. Ik ben het wel met hem eens dat dat niet heel veel is. Zou dit dan de hint richting Freesia zijn als mol? En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht van deze aflevering en van dit seizoen. En deze is genaamd Binnenskamers. Skamers. De opdracht waar ook weer 2000 euro verdiend kunnen worden. Maar uiteindelijk, door de verkeerde spion te kiezen, is er zelfs 1000 euro uit de pot gegaan. En omdat we het dan toch over de spionnen hebben, een daarvan was de Birdwatcher. En ja, natuurlijk, de Bird die verwijst naar Everen, die heeft zijn shirt. Op de achterkant, natuurlijk, beurt heeft staan, maar ook 33, wat verwijst naar nou ja, de 11 uur 22. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de goudkleur, die regelmatig terugkomt. En aangezien het shirt van Everen redelijk op goud leek, ook hier weer een hint richting hem. En dan hebben we Frezia, die ook de kandidaten naar de verkeerde spion stuurt. Namelijk de Bridge Agent. En ze ook al bevestigd bij Motalk dat ze de Birdwatcher hadden moeten hebben om geld te kunnen verdienen. En dan de laatste hint weer richting Kim Lian, Was natuurlijk dat ze de tarotkaart op haar bed had leggen. Met de tekst erop All that glitters en natuurlijk maskers De volledige zin is trouwens, All that Glitters is not gold. Het zou kunnen betekenen dat het niet een directe hint is richting Kim Lian. Met betrekking tot de kaart heb ik ook wat onderzoek gedaan. Uh, ja, ik ben er zelf niet heel bekend mee met dit soort kaarten, dus het was ook wel vrij lastig te begrijpen. Maar een van de websites die ik heb gevonden, die verwees ook naar het boek van The Wisdom of Oracle, die Kim Lian op haar bed had leggen. En deze is het volgende en ik citeer. Deze kaart geeft aan dat het tijd is om verder te kijken dan de versieringen en onder de oppervlakte te onderzoeken. Leer de maskers te erkennen die mensen dragen en de onderliggende motieven. Stel je voor dat alle glitter weg is, zou je dan nog steeds naar het object of de persoon verlangen. Ik wilde bijna zeggen dat uh, hierdoor Kim Lian de mol zou zijn. Maar zij moet juist volgens deze kaart onderzoeken wie de mol zou kunnen zijn en dus wie er onder het masker zit. Het lijkt mij daarom ook onlogisch dat zij dan de mol is. En eigenlijk ja al een beetje gedurende het hele seizoen verdenk ik in ieder geval Kim Lian niet vanwege haar opvallende. Ja, molgedrag. En dan uh, zou theoretisch gezien. Everen de Mol zijn, aangezien Kim Lian hem constant heeft onderzocht. En dan is het alweer tijd voor de finale test en de afsluiting van deze aflevering. Ja, de finale test heeft mij wel op het verkeerde pad gezet, eh, want ik was eigenlijk bijna volledig overtuigd dat Frezia de Mol was, maar nadat eh, Kim Lian en Frezia voor Everen heeft gekozen en Everen voor Kim Lian, lijkt het erop dat Frezia dus niet de Mol is. Ja, en dan blijft er bij mij één persoon over wie dan op mijn verdachte lijstje stond. En dat is Everen, dat hij dan de mol zou zijn. Ja, en zoals je links van mij kan zien, ja, dachten een heleboel mensen als wat ik dacht. Namelijk weer met een grote meerderheid was Freysia met 66% op plek 1. Daarna Everen met 26% en als laatste Kim Lian met 9%. Ja, zoals je ziet liegen de cijfers er niet om. En ik heb ook dus voor deze keer heb ik weer een community poll opgezet. En die kan natuurlijk ook reageren in de reacties wie jullie denken dat de mol is. Als we het over de reacties hebben, is de eerste reactie van Martin naar aanleiding van afgelopen week. Ja, dit is iets wat we allemaal al gezien hadden. Ja, en de mol heeft dan de opdracht ook erg slim aangepakt door te zeggen dat het van stoeprand naar stoeprand moest. En dan de reactie van Emil Cheng. En daar moet ik ook gelijk een correctie uitvoeren op mijn vorige video. Waar ik zei dat er maar één container was met één naam erop. Maar dat moesten dus twee containers zijn. Want Thomas had ook zijn eigen container. En daarnaast had ook de container ik weet niet precies welke, maar had een van de containers ook de kleuren van Chili. Wat de afkomst van Fresia is. En dan als laatste de toen nog voor mij onbegrijpelijke reactie van Alexander Alex. Onbegrijpelijk in de zin van dat ik de. Hint van Regia niet begreep. Normaal gesproken kijkt dan ook bij de posts van Thermometer op Instagram. Nou ja, dat is iets wat ik de afgelopen weken niet heb gedaan en daarom dus ook de hint niet begreep. Maar gelukkig heeft hij mijn e-mail gestuurd met erin de afbeelding waarnaar we werd verwezen. En nou ja, dat is dus degene die nu kan zien. Maar wat ik dus wel heb begrepen en ook Toevallig vandaag heb gehoord, want ik neem het altijd op zondag op, is dat Siem heeft gezegd dat deze hele afbeelding dus niet meer opgaat. Dus die mag je lekker vergeten. Ja, en als ik dan alles zo bij elkaar optel, dan heb ik eigenlijk nog steeds geen antwoord wie de mol is, of dat het Frezia is of Everen. Ik ga denk ik toch mijn definitieve beslissing nemen wie de mol is, en dat is voor mij toch Frezia ondanks dat alles op Everen wijst. Ja, weet je. Niet gegokt is ook verkeerd gegokt. Dus... Maar dan eh, kunnen we beter maar zo ten onder gaan, mocht Evan de Mol zijn. En ja, en zoals ik net ook al zei, ja, laat weten in de community poll of in de reacties wie jullie denken dat de Mol is. En dan eh, dit alles gezegd te hebben, hoop ik dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en eh, vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet de belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik van nu. Eh, later.